Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Nu nog veel opklaringen boven Nederland. Maar ten westen van ons ligt bewolking. En die bewolking komt geleidelijk dichterbij. En dat betekent dat de zon geleidelijk aan steeds vaker schuil gaat. En aan het eind van de ochtend valt de eerste regen in het zuidwesten van het land. Dan is het zo'n 9 of 10 graden. Er komt nog iets bij in de middag. Maximum van een graad of 12. Maar als de regen zich eenmaal gaat uitbreiden. En dat doet hij in de loop van de middag. Gaat de temperatuur ook langzaam wat omlaag. Stevige zuidenwind erbij. Bij zee krachtig windkracht 6. Ook in de avond nog. Maar dan trekt de regen al vrij snel weg en begint het alweer op te klaren. Temperaturen vanavond een graad of 8. En dan neemt in de nacht de wind ook langzaam af en morgen overdag is het een redelijk rustig, matige wind hooguit. Heel lokaal nog een buitje, maar op veel plaatsen zal het gewoon droog zijn en de zon doet mee in het weerbeeld. 11 graden op de thermometers. Wisselvallig weer, want donderdag krijgen we weer te maken met een regenstoring. In de ochtend nog wat zon in het oosten, later weer in het westen, 9 graden. Ook vrijdag vrij veel bewolking en een beetje lichte neerslag. Zaterdag een enkele bui, ook weer zon en dan is het 9 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.